Sinds de oprichting van FC Twente in 1965 stond de ontmoeting in Eindhoven tussen PSV en de ploeg uit Enschede 47 keer op het programma. Van die eerste 9 confrontaties won PSV er slechts 1 en eindigden er 6 in een gelijkspel, waaronder deze op 27 januari 1974. Johan Zuidema bracht de Tukkers op een 1-0 voorsprong, maar na rust zorgde Benjamin Hansen voor de gelijkmaker. In de daaropvolgende 36 edities bleef PSV ongeslagen en won het 25 keer. De grootste zege boekte de Eindhovenaren op 8 september 1979, toen Harry Lubse 3 keer scoorde en daarmee het grootste aandeel had in de 7-1 overwinning. Maar dit zijn mogelijkheden voor PSV. De doelpunt van Harry Lubse na bijna 55 minuten spelen in de eerste helft. Snel doorgetikt op Van der Kuilen. Nu komt die paas op Willy van der Kerkhoff en die houdt hij fraai in. En dat is een goal. En het is Harry Lubse. Wildschut. Ruimte nu voor Harry Lubse. Wat een ruimte daar in die verdediging laten zitten. De laatste jaren heeft PSV het een stuk lastiger met de Tukkers, met als absolute dieptepunt de 6-2 nederlaag van 2 seizoenen geleden. Willem Jansen! 2-6! Maar toch wijzen de statistieken duidelijk in het voordeel van PSV. Want tegenover de 4 overwinningen van FC Twente staan 27 thuiszegers van PSV. Zo ook vorig jaar. En hier is de goal van Jorginho Wijnaldum. Geen buitenspel en zo staat PSV met 1-0 voor. Strootman, voordeel zegt de scheidsrechter, maar Tafs geen buitenspel en 2-0. Eindelijk is daar de tweede treffer voor PSV. En dat was de 100ste in een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Het zou uiteindelijk ook nog 3-0 worden door Luciano Narsing. Prachtig uitgespeeld, Twente heeft er nu totaal geen antwoord meer op. En bij de Dukkouts zit een assistentcoach met een verleden bij de andere club. Chris van der Weerde speelde van 2001 tot 2004 voor FC Twente. En Boudewijn Paalplats was van 94 tot 96 actief in Eindhoven. Paalplats speelde 43 competitiewedstrijden waarin hij 9 keer wist te scoren. Oeh, een hard ingezette tackle door de kop, ontweken door Ronaldo. Ronaldo die nu het strafschopgebied ingaat, ontwijkt ook Luipers. Daar is de kans voor Nielus, die laat het over. Paalplats scoort, schitterende goal. En ook voor het doelpunten van Chris van der Weerde hoefden we niet lang te zoeken. Hij maakte er 2, maar wel 2 mooie. Van der Weerde, de voorsprong voor FC Twente. Zo kopte van der Weerde tegen Roda JC de 1-0 binnen. Tegen FC Groningen maakte de huidige assistenttrainer van Philip Cocu de 5-2. Beide spelers waren ook nog actief voor hun huidige werkgever en droegen dus het shirt van PSV en dat van FC Twente. Zij waren daarin niet de enige. Liefst 30 spelers kwamen voor beide ploegen uit. Een gouden greep uit die selectie, de gebroeders Willy en René van der Kerkhoff, doelman André van Gerwen, captain Arthur Newman, uiteraard Lange Jan uit Oldenzaal en Australiër Jason Colina. Maar ook binnen de huidige selecties zitten 2 spelers met een verleden bij beide clubs. FC Twente aanvaller Younes Mokhtar speelde vanaf 2000 in de jeugdopleiding in Eindhoven en tekende op 1 september jongstleden een 4-jarig contract in Enschede. Brian Ruiz maakte heel wat belangrijke en mooie doelpunten voor de Tukkers. Ruiz, geen buitenspel. Ruiz, en het is alsnog 3-2 voor FC Twente. Eerder dit seizoen eindigde het duel in Enschede in 2-2. FC Twente kwam 2 keer op voorsprong, maar PSV kwam 2 keer knap terug. Doet hij het zelf? Depay doet het zelf en het is 2-2. Omdat dat schot van Memphis Depay van richting wordt veranderd. En zo staat het, 7 minuten voor tijd, weer gelijk. FC Twente is nu 10 eredivisieduels ongeslagen. Van die 10 werden er 7 gewonnen en 3 gelijk gespeeld. De Tukkers hebben bovendien als enige ploeg in de eredivisie dit kalenderjaar nog een 100% score met 3 zegens uit 3 wedstrijden. Torger Burven, links op de foto, maakte afgelopen woensdag uit bij Heerenveen zijn eerste doelpunt namens FC Twente en werd de eerste Noorse doelpuntenmaker voor de Tukkers in de Eredivisie sinds Halvard Thoresen in mei 1981. Dusan Tadić gaf tegen de Friese alweer zijn 11e assist van het seizoen en is daarmee nu koploper. Tadić maakte tegen Heerenveen bovendien, na 7 penalties en een rakenvrije trap, zijn eerste velddoelpunt namens FC Twente en mag met recht man in vorm genoemd worden. Philip Cocu mist Karim Rekik in het hart van de verdediging tegen FC Twente. Rekik zit een schorsing uit van 1 duel. Ook Jetro Willems en Jeffrey Bruma moeten opletten voor een schorsing. Zij staan namelijk, zoals dat zo mooi heet, op scherp.
En de man die die gele kaarten kan gaan geven is Kevin Blom. Hij is door de KNVB aangesteld om de topper tussen PSV en FC Twente in goede banen te leiden. Een topper die zaterdagavond al om 7:15 in het Philipsstadion begint.